Zou ik hier naar Wimbledon gaan? Kijk jij tennis tegenwoordig? Nou nee, niet echt, maar die tennissers die zijn toch een potje knap, zeg? Echt heel knap. Nou, daar is dan ook alles mee gezegd. Nou, waarom zeg je dat nou weer? Nou, omdat ze geen hersens hebben, dat is wel duidelijk. Nou, dat is helemaal niet duidelijk. Tennis is juist een hele tactische sport. Hou even op, zeg. Het zijn lege hulzen. Hollandse fotomodellen hebben totaal niets te melden. Nou, er zijn anders wel degelijk fotomodellen die wel iets te melden hebben, hoor. Fotomodellen hebben niets te melden. Nou, dat is niet waar. Er zijn fotomodellen die heus wel iets te melden hebben. Als je iets te melden hebt, dan ben je geen fotomodel. Dan ben je leraar wiskunde. Nou, een fotomodel verdient anders wel 1000 keer zoveel als een wiskundeleraar, hoor. Zie je nou wel? Wat? Dat ze achterlijk zijn. Wie? Die tennissers. Denk nou even na. Als die slim zouden zijn, dan zouden ze wiskundeleraar zijn geworden. Maar dan zouden ze 1000 keer minder verdienen, dus zijn ze tennisser geworden. De bijstammen weer is dat ze achterlijk zijn. Anders zouden ze wiskundeleraar zijn en geen tennisser. Dus zijn ze stom en er is geen spel tussen te krijgen. Nou ja, toch zijn ze knap. Ja, maar wel achterlijk. Helaas. Nee, jongen, gadver, niet weer dit programma. Oh. Door dat stomme gereest viel jij net in slaap. Nee, en dat is zeker niet achterlijk. Rondjes achter elkaar aanrijden. Go!